Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Eigendomverzekeringen, Opgewekt Energie, Vermogen in Balans, MyClubStars, Vitech Onderhoud en Service en Geers Zonwering. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal TV vanuit Benal Maldena. Hier heeft de voetbalvereniging RKDO uit het Nooddorp haar tenten opgeslagen voor het jaarlijkse trainingskamp in Spanje. Op het programma onder andere training zowel op het veld als op het strand en wedstrijden voor het eerste en tweede elftal. En natuurlijk ontbreken ook de teambuildingsactiviteiten niet. Trainer Wesley Epskamp hoopt hier zijn ploeg klaar te stomen voor de tweede helft van het seizoen. Aan het einde van het seizoen maakt RKDO de overstap naar het zaterdagvoetbal. En ook dit trainingskamp is weer volledig verzorgd door onze partner trainingskampen.nl. Veel kijkplezier bij RKDO op trainingskamp in Benal Maldena. RKDO kwam al vaker in Benal Maldena en een strandtraining ontbrak ook dit keer niet op het programma. Thomas, aan het solliciteren naar een plek onder de lat? Ja, is niet echt mijn ambitie geweest, moet ik zeggen. Maar ik vind het wel leuk voor nu een keertje. En ja, gaat goed. Ja, je begon het wedstrijd, je scoorde, was gelijk geblesseerd. Ja, ik heb veel blessures met mijn enkels gehad. En nu met dat veld, dat is niet echt lekker. Ook zonder tape, weet je wel. Dus dan, ja, dan moet ik maar gaan keepen. En dat ging helemaal niet slecht, want je scoorde. En vervolgens zou je de tegenpartij continu van doelpunt af. Ja, ja, ik denk... Misschien ook een beetje geluk, maar ging goed. Zit je zo slecht in de keepers dan bij RKDO? Nee, helemaal niet. We hebben best wel veel eigenlijk. 4 keepers volgens mij, dus ja, daar ligt het niet aan. Heb je het een beetje bij kunnen houden? Heb je dan gewonnen of verloren? We hebben nu wel weer verloren, ja. Ja, ja, helaas, helaas. Ja, vlak voor tijd ging er nog in. Je baalde ervan. Ja, vind ik zonde, want 1-1 best wel goede kansen gehad ook. Op de 2-1. Maar goed, daar gaat er alsnog in, dus dat is zonde. Ja. Vanmorgen heel vroeg opstaan, 4 uur. Ja, en dan een paar uur later op het strand hier in Benal Maldena ben je ook weer bezig. Ja, 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 dat klopt. 4 uurtjes geslapen, dus dat is niet veel. Maar een lange reis ook gehad. Maar ja, het is wel weer leuk toch? Met de gast op het veld, hier zo op het gras, zandje, strand. En morgen met, op het voetbalveld, wedstrijdje spelen. Ik kan altijd wel van genieten. Goed, even een luie zweet eruit nu. Ja. Succes. Dankjewel, dankjewel. Jullie bedankt. Alek, zoals we dat noemen, een product vanuit de eigen jeugd, hè? Zeker, zeker. Ja, ik zit al sinds de Nike's bij de RKDO en ik heb het heel erg naar mijn zin. Dus weg ga ik ook nog niet in ieder geval. Dus, ja. Goed, en dan kom je over vanuit de jeugd naar de senioren. Dan weet je, dat is een hele stap. Dan sta je wel eens in het eerste.
Ja, ja, niet altijd hoor, maar ja, zeker. Nee, heel leuk, heel blij mee. En ja, af en toe als er kansen zijn, dan probeer ik ze te pakken. En, zeker, nee, heel leuk. Je speelt als verdedigende middenvelder, dat betekent meters maken. Ja, ja, nee, gelukkig heb ik meestal wel een aardige conditie, dus meters maken lukt wel. Ja, ik ben natuurlijk niet de langste, maar ik moet het echt wel hebben van mijn conditie en mijn lopen. Ja, zeker. Hoe bevalt het op het trainingskamp hier tot nu toe? Heerlijk, hartstikke gezellig met de gasten. En ja, ik hoop dat het voetballen wat wordt, want gisteravond was het iets te gezellig, denk ik. Maar nee, het is echt top. Het is top, heerlijk. Voor jou de eerste keer dat je met RKD op mee bent? Nee, het is de tweede keer al. Ja, vorig jaar waren we weer ook. Ook een toptijd. En ja, nu met meer gasten van mijn leeftijd. Dus ook net zo leuk. En nee, echt heerlijk. RKD is ook een club waar, ja, waar ze de voorkeur aan geven dat zoveel mogelijk jongens vanuit de eigen club ook doorgaan naar de senioren. Ja, zeker. Nee, dat is echt, dat, daar sta ik ook helemaal achter. We hebben nu ook twee A-spelers mee. En ja, dat is ook leuk, want ja, anders, we hebben een goede jeugd. En spelen vaak wel op divisieniveau. En dan, als je dan doorstroomt, ja, dat is natuurlijk top. Ja. Hoe zou je RKD willen betitelen als vereniging in zijn totaliteit? Gewoon een hele gezellige, jonge, ja, frisse vereniging. Waarbij dat jeugd doorstroomt. Waarbij we denk ik best wel een goed beleid hebben qua jeugd, qua trainers. En iedereen een beetje dezelfde visie heeft. Dus echt een top, topclub. En ja, superleuk. Je wil niet zeggen een gezellige dorpsclub? Ja, dat ook wel. Dat zeker wel. Maar ja, ik denk dat er niet meer zulke dorpsjongens zijn zoals vroeger. Maar ik denk dat ja, het zijn heel veel jongens nu bij elkaar. Maar jongens. En ja, de club zelf, ja, is gewoon een hele frisse, leuke club. En natuurlijk blijft het altijd nog wel een dorpsclub. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die er nog heel lang al bij zitten. Dus ja. Nou, jij speelt in ieder geval het eerste op basis van je kwaliteiten. Niks te maken dat je vader ook sponsor is, hè? Nee, ja. Oh, we dat ook in het interview. Nee, klopt, ja. Nee, hij steunt me al sinds de Nike's. En ja, hij heeft een eigen bedrijf. Dus werd hem gevraagd of hij wilde sponsoren. En dat leek ik natuurlijk hartstikke leuk. Dus ja. Veel plezier nog. Ja, bedankt. Yes, jullie ook. Quinten, dit seizoen nieuw bij RKDO. Hoe bevalt het bij de club? Ja, het is een zeer leuke club. Goed opgevangen door de ploeg. En ja, zo zodoende loopt het allemaal lekker nu dit seizoen. Ja, je bent afkomstig van TUGB onder 19? Onder 23 de club inderdaad, ja. Ja. Hoe kom je dan zo bij RKDO terecht? Ja, ik snakte gewoon naar het seniorenvoetbal. En bij TUGB was het daar nog niet. En zodoende ben ik in contact gekomen met Wesley, de trainer. Zo ben ik bij RKD gekomen. Ja, maar hond, ja, Berkel en Noto ligt toch een stukje uit elkaar. Ja, ja. Maar ja, een auto is geen probleem gelukkig. Je zegt toch, ik ben heel erg opgevangen door de groep. Je komt van buiten. RKD is toch een vereniging met heel veel jongens die vanuit de eigen jeugd vandaan komen. Ja, klopt. En daarom ben ik echt al zeker blij dat ik aan het begin echt al gelijk goed ben opgevangen. Dus ja. Dan is het voor jezelf ook makkelijker om gelijk mee te doen. Ja, dan ben jij wel een speler die bij RKD ook voor de doelpunten moet zorgen. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Hoe gaat dat tot nu toe? Voorbereiding ging prima. De competitie is nu een beetje stilgevallen, maar het komt allemaal wel goed. Ja. Trainingskamp hier, hoe bevalt het tot nu toe? Het is hartstikke gezellig met al die gasten. Alleen maar gekkigheid en nu ook serieus trainen en dan morgen knallen voor de wedstrijd. Ja. Wat verwacht je van zo'n wedstrijd? De tegenstander ken je natuurlijk helemaal niet, hè? Nee, dat is net een moeilijke vraag. Ik moet het morgen gaan zien. Ja. Voor trainingskamp, ja, je leeft toch een beetje als een soort prof, hè? Dat, bevalt je dat? Nou, prof. Nee, het is anders, het is leuk, het is nieuw. Dus ja, het is wel zeker leuk. Ja, maar als prof bedoelde ik van ontbijten, trainen, ja. Lunchen, een wedstrijd spelen, weer trainen. Dat doen de profs uiteindelijk ook. Dat doe je normaal in het dagelijks leven ook niet. Nee, ja, dat is zeker leuk om een keer mee te maken inderdaad. Ja. Okay. Goed, veel plezier nog. Dankjewel. Natuurlijk, wat in Nederland niet mogelijk was, maar wel in Spanje. Het spelen van wedstrijden. Zowel RKDO 1 als 2 kwamen in actie. Het tweede tegen SCO 63 en het eerste tegen HBC Heemstede. Wesley, in Nederland was het niet mogelijk, maar hier in Benalmádena, in Spanje, je hebt lekker kunnen trainen. Ja, nee, dat is ook een van de redenen dat we ook gekozen hebben om ook te gaan. Ondanks de omstandigheden natuurlijk met corona. Maar het is heerlijk om weer op het veld te staan en geen rekening hoeven te houden met de regels. Nee,
los van de veldtraining, jullie hebben ook prachtige activiteiten eraan op het strand, vlakbij het hotel. Ja, nee, hier inderdaad achter ons mooi. Bij het strand, voetvolley, strandvoetbal gedaan. Ideaal, op 5 minuten loopafstand van het hotel. Ja, daar hebben we goed arbeid geleverd. De jongens vonden het allemaal leuk. Mooi weer. Leuke partijtjes, altijd een winnaar en iedereen bijna heel gebleven. Nee, dat zijn leuke dingen inderdaad. Ja, nou, je zegt mooi weer, het had wat beter gekund, maar voor het trainen en de activiteit op het strand was het prima. Ja, was het prima natuurlijk. De zon scheen niet continu. We zitten nu fantastisch, laatste dag. We sluiten hem goed af. Maar we mogen niet klaar, het was 14 graden, dat was droog. Iets anders dan in Nederland. Ja, nou hebben jullie ook zoals gebruikelijk elk jaar ook gewerkt aan de teambuilding. Teambuilding, ja. Nee, het is... Dit helpt, hè, zo'n trainingskamp. Je groeit naar elkaar toe. Op zich een heel leuk en normaal programma. We hebben elke dag wel een leuke activiteit inderdaad gehad. S'avonds zijn ze vrij. Ja, dan gaat zo'n groep naar elkaar groeien. En dan krijg je een eenheid. Ja, en dat is gewoon hartstikke leuk. En je ziet nu ook dat de jongere jongens ook met de ouderen makkelijker optrekken. Maar ja, je zit toch 3 dagen met elkaar opgeschreven. Ja. Dus een goede combinatie ook al. Zoiets van inspanning en werken naar het nieuwe seizoen toe. En ook dat stukje ontspanning. Ja. Nee, dat werkt hartstikke goed. Vooral ook omdat we nu ook weten dat het natuurlijk in Nederland ook wat gaat versoepelen. Qua regels helpt dit extra mee dat je gewoon een hele goede start hebt van de voorbereiding. En dat je met als groep gewoon 3 dagen bij elkaar zit. En dat je met elkaar kan praten over niet alleen voetbal ook. Je groeit echt naar elkaar toe inderdaad op zo'n trainingskamp. Ja, en je hebt na zo'n lange tijd weer eens een wedstrijd kunnen spelen. Dat was natuurlijk ook wel weer een verademing, ja, denk ik. Ja, HBC Heemstede hadden we goede tegenstander. In de andere tweede klas zondag spelen ze koploper daar. Ze kwamen ook op het veld. Toen dachten wij al van dat wordt een hele zware pot. Wij hadden één, de groep die had het laat gemaakt bij ons ook heel eerlijk. En we hadden één doel en dat was van jongens, we gaan er niet af vandaag. Nee. En ik moet zeggen, die jongens die hebben echt zoveel energie geleverd. Hebben een fantastische goed resultaat neergezet. Iedereen heel gebleven. Ja, 3-2 winnen. Dat is leuk en lekker een keer weer voetballen. Ja. RKDO heeft, dat zie ik bij andere clubs wel eens wat minder, wel een goed en strak programma waardoor spelers toch op een gegeven moment bezig blijven. Los van het feit dat ze ook nog wel hun eigen vrije tijd krijgen, maar toch bezighouden. Ja, 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 je moet daar toch wel een stukje structuur in creëren. Ja. Dat je er wel een vastigheid creëert van dit tijdstip ontbijten, lunchen, avondeten en daar ondertussen doen we dan de activiteiten. Want anders gaan de jongens natuurlijk die gaan op hun bed liggen of die gaan niet op het strand zitten en dan zien ze elkaar ook minder. Dus ik vind dat je dat wel moet hebben op zo'n trainingskamp, dat je gewoon die structuur en die activiteiten aanbiedt. Zodat je ook echt daadwerkelijk elkaar ook heel vaak ziet in een grote groep. Ik denk dat je alles bij elkaar gezien terugkijkt op een heel geslaagd trainingskamp. Dat, ondanks wat je al zelf aangaf, allerlei beperkingen misschien vooraf. Ja, nee, het was inderdaad anders nu en we leefden hier echt naartoe. We zagen het ook eigenlijk als een soort vakantie, even een breakout. Toch weer ietsje midden december al gestopt. Wel een weekje eerder met de competitie. Ja, dan zie je toch een maand zie je elkaar bijna niet. Ja, dan leven we hier naartoe met z'n allen. Het doet iedereen goed. Je ziet iedereen weer lachen. Iedereen gaat met elkaar om. Wat ik zei, we hebben serieus getraind. Het is heel belangrijk dat we dit weer goed opstarten. Richting hopelijk de tweede week februari, misschien de eerste week. Omdat we daar dan... goede resultaten uit gaan putten. Ja, want je gaf zelf al aan, het is natuurlijk wel ideaal dat je daar terugkomt in Nederland en dat je weer gewoon het oude patroon kan gaan volgen met trainen. Want ja, het zou toch heel zonde geweest als je hier had gewerkt en je had weer twee weken met tweetallen moeten werken. Nee, daar zit je niet op te wachten, joh. En nu kan je inderdaad gewoon doorborduren van wat wij hier gedaan hebben. Gewoon weer lekker trainen en gewoon weer een normale tijdstip. Dus ja, dan kan je echt weer toeleven naar een competitiewedstrijd. En dan volgende week al gelijk de eerste onderlinge wedstrijd natuurlijk met elkaar. Maar ja, dan kan je wel minuten gaan maken. En dan kan je ook iedereen weer die fitheid geven. En dan hopen dat het eigenlijk dit seizoen, dat we dat mogen afmaken een keer. Ja, waar gok je op dit seizoen, de rest van het seizoen? Ja. Want volgend seizoen is RKDO ook zaterdagclub. We gaan naar de zaterdag, waar gok ik op? Nee, ik heb het al vaker aangegeven. Een hele talentvolle groep. Een goede groep. Gisteren ook echt goed resultaat. En het ligt ook echt aan de tegenstanders. Als de tegenstander goed voetbalt, voetballen wij gewoon mee. Alleen we hebben moeite om het spel te maken af en toe. Maar ik denk dat wij wel een linker eindje hopen op een periode. Dat is wel de doelstelling die ik voor mezelf heb. Dat zou mooi zijn, naar de zaterdag toe in de eerste klas. Dat zou heel mooi zijn, We gaan het afwachten. We gaan het afwachten, ja. Goeie reis terug. Dankjewel. En tot zover het trainingskamp van RKDO in het Spaanse Benal Madena. Zowel het eerste als tweede elftal van de Nooddorpse club hopen klaar te zijn voor de tweede seizoenshelft. Dank voor uw aandacht. Graag tot de volgende keer.
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Eigendomverzekeringen, Opgewekt Energie, Vermogen in Balans, My Clubstars, Vitech Onderhoud en Service en Geers Zonwering.